De vorige keer reageerden wij op oldschool fake shit. Vandaag gaan we op iets modernere fake shit reageren. Namelijk Liefs Mandy van Gio. Haha. De eerste video is iPhone gekregen van kijker en ik kreeg een haatbrief. Oké, wacht even. Het wordt wel persoonlijk. Als dat persoonlijk is, dan lees je dat toch niet voor in de video. What the fuck, man. What the fuck, hoe erg moet dat wel zijn? Gewoon even fucking views erbij pakken. Sinds dat mijn vader weg is, vindt mijn broer dat hij thuis de baas is. Sinds dat mijn vader weg is, is mijn broer de baas. Opvoeding is een beetje gefaald dan, denk ik. Nogmaals, hij zegt altijd wat ik moet doen en als ik iets doe wat hij niet fijn vindt, slaat hij me soms. Oh my god, huiselijk geweld. Naar de politie gaan. Als ik het tegen mijn mama zeg, gelooft ze me niet. En ze zegt dat ik lieg. Wat? Ze zegt dat je liegt? Oké, één tip. Als uw ma u echt niet zou geloven, pak je telefoon. Druk op record bij audio recordings of ik weet niet hoe die fucking apps noemen. Klik gewoon op de knop, je hebt je bewijs. Verrassing voor fan loopt uit de hand plus broer woedeaanval. Ik ga op dit moment gewoon een video opnemen, want ik heb daar zin in. Ik heb daar zin in. Ik kom voor Mandy. Ik ben Gio, ik kom voor Mandy. Mandy is al een paar dagen weg. Begrijp de hele situatie gewoon amper. Ik weet het niet meer. Heb je voor het laatst met haar contact gehad? Politiefilmen is ten eerste zwaar strafbaar. Als er aangifte gedaan wordt tegen jou, iemand beschuldigt jou van iets tussen haakjes, dan gaat de politie jou niet ondervragen in jouw huis. Ik heb met haar contact gehad via Instagram, DM. Ik heb laatst contact gehad op Instagram DM. Oké, ik zou zeggen dat Gio toen ongeveer 800.000 abonnees had. Ik denk dat zijn DM's op fucking Instagram volgespamd worden. En het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat Gio echt specifiek Mandy eruit heeft gepikt om ermee te chatten. Alhoewel, hij heeft dat met Jade ook gedaan. Ik neem mijn woorden terug. Jongens en meiden. Oh, lekker fucking walvissen vet onder uw ogen gesmeerd. Oké, de volgende video is geslagen en afgesproken met Mandy. Jongens en meiden, jongens en meiden. What the fuck? Wat is dat voor intro van een video? Een paar uur later. En dan met zo'n fucking dramatisch sound effect eroverheen. Nice, man. Dramatische koekje eten. Ik ga even mijn camera uitzetten, als mijn camera zo op. Als het weer iets is. Wacht, hij zegt ik ga even mijn camera uitzetten en als er weer iets is, dan ga ik hem weer aanzetten. Mandy? Oh my god. What the fuck? What the fuck was dat? Was die sprong fucking op hem. Waarschuwing, de volgende beelden kunnen als schokkend ervaren worden. Oh my god, zo cool. Als het goed is, what the fuck? Gas, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, what the fuck? Mandy, Rick en ik zijn oké. Morgen meer uitleg over wat er aan de hand is. Sorry voor het wachten. Puntje, puntje, puntje. XXX. Gio. Dus ze komen terug van de appie. Ik ga dus zogenaamd met Melanie. Ze komen terug van de appie.